Rotterdam, jaren 50. De Kanovijver in het Zuiderpark. Dit is Thea. Als het even mooi weer is, komt ze zwemmen en zonnebaden. En om 5 uur gaat ze met een rood verbrande rug naar huis. Maar dan ineens is het uit met de pret. Verschillende zwemmers worden na een dagje zwemmen flink ziek. Ze krijgen hevige koorts, spierpijn in de benen en een verdacht kanariegele tint. De ziekte van Weil. Zodra de bacterie zijn aanval opent op je lever, ben je je leven niet zeker. Pas op. Het belang van schoon water had Nederland vroeger niet altijd scherp op het netvlies. Riolen loosden hun drek toen nog vaak rechtstreeks in grachten en rivieren. Het wemelde van ongedierte die ziektes overbrachten. Tegenwoordig komt de ziekte van Weil bijna niet meer voor. Want rioolwater gaat eerst naar een waterzuivering. Het water is nu veel schoner dan een generatie geleden. Wie ziet er schoner uit? Niemand wil stinkende, ziekteverwekkende poelen in zijn omgeving. Waterschappers controleren daarom regelmatig het zwemwater. Op de meeste plekken kun je nu veilig zwemmen.